Also ich bin Marcel de Jong, ich übersetze das für Voilà, ik ben. Het is de eerste keer dat ik op de Rosa Luxemburg conferentie meemaak. Ik ben redelijk onder de indruk van, van het aantal mensen dat hier aanwezig is, ook van het aantal jongeren dat aanwezig is. En ook van, eerlijk gezegd, ook van de krachtenmobilisatie van de Duitse Communistische Partij. Het is een heel leerrijke ervaring ook voor ons, heel de Rosa Luxemburg-conferentie. De ervaring van Jonge Welt als dagblad hier in Duitsland en de ervaring van jullie als Duitse Communistische Partij. Das ist das erste Mal, dass ich an der Rosa-Luxemburg-Konferenz der Jungen Welt teilnehme. Ich bin sehr erfreut über die Anzahl der Leute, die hier sind, auch der vielen jungen Menschen, die dabei sind, auch über den Mobilisierungsgrad, den die Deutsche Kommunistische Partei hat. Und das macht mich hier schon sehr stolz. Ik ben wel blij dat wij al 10 jaar lang samen kunnen werken met de Duitse, mogen werken met de Duitse Communistische Partij, met de Communistische Partij van Luxemburg en met de Nieuwe Communistische Partij van Nederland. Dat wij al 10 jaar lang samenwerken en dat wij ook ervaringen kunnen uitwisselen. Want laat het duidelijk zijn, wij zijn allemaal leerlingen, wij met de PvdA zijn ook leerlingen van ervaringen van alle andere communistische partijen wereldwijd. Also ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir bereits seit 10 Jahren Erfahrungen mit der Deutschen Kommunistischen Partei austauschen. Auch mit der Kommunistischen Partei Luxemburg und der Neuen Kommunistischen Partei der Niederlande in unseren Vier-Parteien-Beratungen. Und ich muss sagen, auch für uns, auch wir sind letztendlich Lehrlinge in dieser ganzen Geschichte und können natürlich auch von den Erfahrungen der anderen Parteien lernen. Du bist gefragt, aber ich kann kurz nichts sagen über die Klassenstrijd in België en de rol van de PvdA in de klassenstrijd in België. Ik wil ook wat zeggen over de klassenkampf in België en de rol van de Partij der Arbeid in de klassenkampf in België. Dus sinds augustus is er een rechtse regering voor het eerst in 25 jaar zonder Sociaaldemocraten. Seit im August hebben we een rechte regering, het eerste maal seit 25 jaar zonder Sociaaldemocraten. En wij wisten als PvdA dat er een zwaar besparingsplan op ons afkwam. En we wisten als Partij der Arbeid dat een schwerer spaarplan op ons zou komen. En dan was er een discussie, hoe gaan we reageren? En dan gab es een discussie, wie werden we auftreden? En sommigen zeiden, ja, er gaat geen klassenstrijd komen in België. Manche dachten, es wird überhaupt kein Klassenkampf kommen in Belgien. En wij hebben gezegd, ja, dat soort redeneringen is de beste manier om geen klassenstrijd te laten ontstaan. We moeten allemaal eraan werken om die geest van klassenstrijd binnen te brengen. En onze argumentatie dagegen war, dat is natuurlijk de beste methode, dat geen klassenkampf in Belgien komt. En we moeten alles daran setzen, dat we daar auftreden. Een ander punt was dat men zei, ja, jullie kunnen niet wegen op het parlementaire debat, want jullie hebben slechts 2 parlementaire vertegenwoordigers, een absolute minderheid. Je kunt hier andere zaken, je kunt het ook niet rekenen op die parlementarische debatten. Je hebt nur 2 vertreter, also die absolute minderheid. En dus wij hebben geantwoord, nooit in de sociale geschiedenis van ons land is er iets afgedwongen door de krachtsverhoudingen in het parlement. Alle wezenlijke verworvenheden van de arbeidsklasse in België zijn afgedwongen op straat. En dus de eerste plaats waar wij de krachtsverhoudingen moeten afdringen is niet in het parlement, maar wel op straat. Iedereen spreekt Nederlands. Wat is het? Waarom übersetzt sich eigentlich? Also kurz gesagt nochmal für die, die es eventuell nicht verstanden haben, noch niemals in der ganzen parlamentarischen Geschichte Belgiens wurde irgendetwas im Parlament erzwungen. Alles wurde auf der Straße erzwungen. Und da arbeiten wir. Haben wir mitgewirkt an einem Aktionsplan?
Also haben wir mitgearbeitet an einem Aktionsplan. En er was een nationale betoging op 6 november met 120.000 vakbondsleden. Und am 6. November gab es eine nationale Kundgebung mit 120.000 Gewerkschaften in Brüssel. In Brüssel. En er was daarna volgden 4 maandagen van algemene staking. Und danach gab es 4 Montage von mit Generalstreiks. 3 maandagen met provinciale en lokale stakingen en dan de 15e december de algemene totale staking in ons land. 3 maandagen met generalstreiks in de provincie en am 15. december een generalstreik in het hele land. Punten mee kunnen ontwikkelen als PvdA in die beweging. Als Partij der Arbeit konden we in dieser Bewegung einige starke punten mitentwickeln. Het eerste, heel kort. Eerstens, ganz kort. Het intersectorele. Dus dat betekent dat we erin zijn geslaagd dat niet alleen spoorwegarbeiders, dokwerkers, verpleegsters, leerkrachten elk voor zichzelf opkomen, maar dat er een intersectorele beweging is van alle lagen van de werkende klasse in één globale beweging tegen de regering. Het is also eine Beweging in allen Bereichen, in allen Branchen der kompletten Gewerkschaftsbewegung, also nicht nur die Dokarbeiter alleine, die Krankenschwestern alleine, sondern alle zusammen. Tweede sterk punt, denk ik, en geen detail, is dat het een nationale beweging was, zowel in Wallonië, Brussel als Vlaanderen. Het tweede punt is dat het een nationale beweging was, also in Wallonië, in Brussel, in Vlaanderen. Jullie weten misschien wel, maar in België is er een sterke stroming om ons land te splitsen. Ja, wist ja vielleicht, dat er in België een sterke stroming is om dat land op te teilen. Maar in die beweging is de solidariteit tussen de verschillende regio's in ons land gegroeid en sterker geworden. Ja, maar in die beweging is die solidariteit in ons land tussen de regio's sterker geworden. Trouwens ook de kwestie van het antiracisme bijvoorbeeld. Tijdens de beweging zelf, aan de stakerspiketten, de eenheid van de arbeidersklasse in de brede betekenis is sterker geworden. En ook tegen het racisme heeft deze beweging slagen uitgedeeld. Also, deze beweging had ook tegen de racismespflege aufgeteilt. Also, dat was ganz deutlich. Während aller Kundgebungen haben Leute aus der gesamten Arbeiterklasse in unserem Land gesprochen. Een derde. Een derde puntje van belang is dat er een vakbondseenheid was tussen de 2 grote vakbonden. Een derde punt was dat er een gewerkschaftseenheid tussen de beide grote gewerkschaften gab. Dat moet man dazu sagen, gibt in België een sozialdemocratische gewerkschaft en een christelijke gewerkschaft. En wij werken als PvdA als enige politieke kracht in beide vakbonden. Dus PvdA-leden zijn actief zowel in de Christendemocratische vakbond als in de Sociaaldemocratische vakbond. En wij als Partij der Arbeit zijn als enige partij in beide gewerkschaften actief. Also sowohl in de Sociaaldemocratische als ook in de Christendemocratische. Een vierde belangrijk punt. Waar we echt mee het initiatief hebben genomen is dat rond de vakbonden wij een burgerbeweging hebben gecreëerd van mensen uit de cultuursector, artiesten en zo verder die de stakingen mee hebben ondersteund. Een veel wichtiger punt is dat we om deze gewerkschaftsbeweging een burgerbeweging gecreëerd geschaffen hebben. Also Künstler en Kulturschaffende die deze die de strijd begeleid hebben. Dat was belangrijk om de staking niet te laten isoleren onder de brede massa. Om een steun te hebben, ook buiten de vakbonden, onder de brede massa. Het was daarom wichtig dat die de werkschaftsactiviteiten ondersteuning hebben in de brede massa en niet isoleerd werden. En een laatste punt, en niet onbelangrijk. Een laatste punt, en niet onwichtig. Is dat wij voor het eerst erin zijn geslaagd dat de afgelopen 3 maanden het hoofdthema in ons land de kwestie van de vermogensbelasting is geworden. En ja, is dat het eerste maal in de laatste 3 maanden het hoofdthema in de discussie in ons land die vermogenssteuer is geworden.
deze beweging is nog helemaal niet ten einde. De Parijse, de aanslagen in Parijs gaan nu misbruikt worden om de beweging proberen uit te laten doven. Men gaat ook het leger inzetten nu in naam van de strijd tegen terrorisme. Dus het zal niet makkelijk worden, maar wij gaan er alles aan doen om ook de tweede helft van die beweging verder te ontwikkelen in het najaar. Man wird jetzt versuchen, die Anschläge in Paris zu nutzen, die Bewegung aufsterben zu lassen. Es soll auch die Armee soll eingesetzt werden im Inland als Polizeikraft und man wird alles daran setzen, dass die Bewegung also sozusagen jetzt ihr Ende findet. Die Partei wird also alles daran setzen, dass diese Bewegung weitergeht. Oh, dat zijn een aantal sterke punten. Heel lang heeft men in België ook gezegd, er is geen geest van klassenstrijd mogelijk, er is geen geest van sociaal verzet mogelijk. Ik denk dat overal in Europa met de politiek dat deze Europese Unie vandaag voert, er een voedingsbodem ontstaat om in de komende jaren nieuwe bewegingen te laten ontstaan, nieuwe sociale strijd te laten ontstaan. Also, ganz lange hat man gedacht, in België is geen klassenkampf mogelijk, is geen sociale kampf mogelijk. Ich glaube, dass das, was in der Europäischen Union passiert, einfach dahin führen wird, dass sich sehr. Also die europäische Politik wird es einfach ermöglichen, dass überall in Europa auf allen Ebenen ein Klassenkampf entstehen wird. Ik blijf hier nog een beetje op jullie meeting van de DKP. Hartelijk bedankt voor jullie uitnodiging en lang leven de internationale solidariteit.